Ja, goedemiddag. Het is net na 12. Hartelijk welkom bij deze lokale politiek estafette, de verkiezingsestafette. Deze uitzending speciaal ook om de nadruk te leggen op het belang van onze lokale democratie. Zolang de lokale democratie goed in elkaar steekt, zit je als land toch een stukje beter aan de kant van vrede en veiligheid dan andere landen. Speciaal als je kijkt naar landen naar het oosten, naar Rusland en Oekraïne op dit moment, dan mag je gelukkig prijzen dat we een lokale verkiezingsronde hebben. Eens in de 4 jaar. En vandaar dat we daar aandacht voor vragen met deze uitzending en met deze bijeenkomst. En het is mijn genoegen als directeur van de Bali om af te trappen. Teun van de Keuken gaat verder de volgende uren. Heel fijn ook. We hebben een ongelooflijk afwisselend programma. We hebben dit onder andere samen opgezet met de Postcode Loterij, omdat wij ons net als Postcode Loterij realiseren dat lokale democratie ontzettend belangrijk is en dat er erg veel zaken in de lokale democratie en op het lokale niveau geregeld worden. En het is dus een ontzettend groot plezier om Dorine Mansen te introduceren en even mee te praten aan het begin van deze estafette. Directeur van de Nationale Postcode Loterij. Ik begreep, en dat wist ik eigenlijk niet, want we kennen elkaar al enige tijd, maar ik begreep dat jij ooit boswachter had willen worden. Zeker. Heel iets anders dan dit. Dat betrokken met klimaat en mensen, et cetera. Dat zat er blijkbaar. Ja, dat is waar. Ja. Je zou kunnen zeggen het verzorgen van een mooi landschap en een mooie tuin waar alles groeit en bloeit. Ja, zeker. Dat zie ik de rode lijn een beetje. Ja. En waarom is het voor jullie belangrijk eigenlijk om deze verkiezingsestafette met ons te organiseren? Ja, nou, ik denk de loterij werd ooit omschreven als dat wij investeren in perspectief. En dat kan ik alleen maar beamen. En dat is natuurlijk dankzij de meer dan 3 miljoen deelnemers waarmee we proberen zoveel mogelijk fondsen te werven voor de samenleving. Mm-hmm. Dat is één kant. En de andere kant is dat we, en misschien wel even belangrijk, dat wij ook aandacht besteden aan het werk van al die organisaties die wij steunen door bekendheid te geven aan hun werk. He, dus dat geldt voor de welzijnsclubs en dat sport en sportclubs en verenigingen en al die andere culturele instellingen niet te vergeten. Organisaties die heel belangrijk zijn voor onze samenleving. En dat is ook nodig. Wat zijn welzijnsclubs? Ja, nou ja, denk aan mensen die bezig zijn met armoedebestrijding, et cetera. Ja, ja. En allerlei andere achtergestelde mensen in de samenleving die wat meer nodig hebben om mee te doen. Ja, ja. En je zei daarvoor iets anders. Je zei, ja, ik zie de Postcode Loterij als een organisatie die perspectief biedt voor de samenleving. En daar zamelen wij geld voor in. Zeker. Ja. En wat voor soort perspectief moet ik dan aan denken? Waar kijken we naar, zeg maar? Nou ja, ik denk, wij zijn ooit opgericht met als doel te zorgen voor sterke maatschappelijke organisaties. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat die nodig zijn voor een groene en rechtvaardige wereld. En dat doen we door zoveel mogelijk fondsen te werven. En het middel om dat te doen is die loterij. Maar wij geloven dus heel erg in de kracht van dat maatschappelijk middenveld en hoe nodig dat is om de wereld ten goede te keren. En daarom vinden we het heel belangrijk. We merken gewoon ook vaak in de gesprekken in Den Haag dat dat als een soort van zelfsprekendheid wordt gezien. Hè? Dat die maatschappelijke organisaties doen wat ze doen. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is het cement van onze samenleving. Dat moeten we koesteren. Mm-hmm. En dat was de reden om met jullie vandaag aandacht te besteden aan al die organisaties die dit belangrijk werk doen. En daar ook aandacht voor te hebben en bekendheid aan te geven. Ja. Dus die maatschappelijke organisaties, vaak ledenorganisaties inderdaad. Zeker. Ja, als ik in jullie lijst kijk van organisaties die jullie steunen, of soms ook langjarig steunen, hè, dan is dat voor een heel groot deel ledenorganisaties. En daar zit dus de idee achter dat je de maatschappij, het cement van de maatschappij, het maatschappelijk middenveld steunt. Zeker. Ja. Ja, nou, ik was hiervoor directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Dat is inderdaad zo'n vereniging met 60.000 donateurs, 13.000 vrijwilligers. En ontzettend belangrijk, ook nu straks weer, of nu al, met wat er op ons af gaat komen aan het fatsoenlijk opvangen van de verwachte 4 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne. Heel belangrijk dat we dat hebben en dat die mensen daar klaar voor staan. Verwachte 4 miljoen, dat is natuurlijk dan inderdaad, even naar de Oekraïne. 4 miljoen, dat kunnen natuurlijk nog makkelijk veel meer zijn. Hè. Dit is een beetje natte vingerwerk, lijkt me, na een dikke week. Hè. Zeker. Ja, dat werk daarvoor wordt voor een groot gedeelte gedaan door maatschappelijke organisaties. Zeker. Als die miljoenen mensen deze kant op komen. Ja,
Ja. Want ik denk dat het ook belangrijk is hier te benoemen dat de loterij geeft in vertrouwen aan organisaties. Dus omdat wij ervan overtuigd zijn dat zij het beste weten wat nodig is. Nou, dat geeft hun naast vrijheid en slagvaardigheid ook de wendbaarheid om in te spelen op dat wat nu nodig is. Nou, dat zie je inderdaad nu in de Oekraïne met organisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Die zijn daar meteen op gaan acteren. Maar ook een stichting Vluchteling en wat ik net al noemde, Vluchtelingenwerk Nederland, die alles op alles zetten om klaar te zijn voor dat wat komen gaat. En dat kunnen zij doen, omdat ze dus die wendbaarheid hebben met onze ongeoormerkte steun om dat te doen. Ongeoormerkt betekent eigenlijk dat jullie niet precies ieder regeltje invullen. Nee. En niet zeggen, ieder tientje moet daar of daar of daar heen. Zij maar weten het beste wat nodig is. Wij hebben een bedrag en daarvan. En jullie zijn professionele organisaties. Ja. En, dus met zo'n soort, ik denk toch voor vrijwel iedereen, zeer onverwachte oorlog. Hè, ja. Zoals die dan opeens gebeurt. Zetten jullie in op de mogelijkheid dat de samenleving de capaciteit heeft en de professionaliteit om bij zo'n soort ramp snel te reageren? Zeker. Ja. Ja. En dat zou een overheid niet kunnen? Nou, wij denken dat naast overheid en bedrijfsleven deze maatschappelijke organisaties dit misschien wel beter kunnen in dit soort situaties, maar dat het alle drie nodig is. Ja. En je, misschien wel beter. Hoe is jouw educated guest erover? Je hebt daar zelf in zo'n soort organisatie geweest. Zeker. Je ziet ze allemaal. Wie is de beste? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik weet gewoon dat die gepassioneerde vrijwilligers destijds bij Vluchtelingenwerk die meteen in actie komen en dat ook kunnen doen. Ja, dat is denk ik van cruciaal belang. Ik zelf zou zeggen gewoon dat inderdaad, organisaties die honderden en duizenden en tienduizend vrijwilligers op de been kunnen halen, ja, meteen, natuurlijk veel flexibeler en effectiever zijn. Zeker. Bij crisis dan een overheid die daar eerst over moet vergaderen. En, ja. Nee, dat hoeft inderdaad dus niet. En dat, mensen voor moet betalen. Ja. En jullie steunen dit soort organisaties dus ook? Ja, zeg maar. Zeker. Ja. Die ik net noemde zijn van de 200 goede doelen die wij steunen, waren dat enkele. Ja. Ja, en nationaal, hè? Dus dit is eigenlijk internationaal, hoewel het ook wel degelijk nationaal is, want die vluchtelingen worden ook hier opgevangen natuurlijk. Zeker. Maar het is een internationale context. We hebben net een pandemie achter de rug. Ja. Achter de rug, zeg ik. Nou, daar ga ik dan maar even vanuit. Ja. Ja. Was maatschappelijk best een moeilijke tijd. Hè? Je ziet dat allerlei samenkomen en maatschappelijk organiseren stukken moeilijker werd. Ik denk ook voor ledenorganisaties wel erg moeilijk. Zeker. Voor een aantal van de organisaties die jullie steunen. Wat hebben jullie daaraan gedaan? Ja, inderdaad. Wij geloven heel erg ook dat van die maatschappelijke initiatieven en van de haarvaten van de samenleving, dat je het daar moet oplossen. En daar hebben we natuurlijk ook in coronatijd heel veel kunnen doen via onze organisaties die wij steunen. En een voorbeeld dat ik heel mooi vind, een mooie publiek-private samenwerking ook, was dat we in maart 2020, net na de uitbraak van corona, gedacht hebben, wat kunnen we nou doen voor de culturele sector? En toen hebben we als Vriendenloterij het initiatief genomen om met andere culturele fondsen en het ministerie van OCW de handen ineen te slaan om een noodfonds te creëren voor de culturele sector, waar die culturele organisaties terecht konden die geen beroep konden doen op staatsbijdragen. En uiteindelijk heeft dat 1100 van die organisaties in staat gesteld om die moeilijke coronaperiode door te komen. En wat is publiek-private samenwerking geweest dan? Hoe ziet dat dit eruit? Is dus dat wij zijn dus begonnen als Vriendenloterij met de culturele fondsen. En uiteindelijk is het ministerie van OCW aangehaakt. In totaal hebben we een bedrag van 40 miljoen bij elkaar gebracht om dit te kunnen doen. En dat is echt additioneel op wat het ministerie zelf kon bereiken. Dat hebben ze ook gezien. Dus we willen heel graag deze samenwerking ook de komende periode voortzetten. Want de culturele sector is er nog niet. Hè? Staat nog steeds voor een enorme uitdaging. Nee, ik denk dat de culturele sector, en zeker de zelfstandigen in de culturele sector, er zeker nog niet zijn. Hè? Nee. Kunstenaars die op podium, kunstenaars, dansers, cabaretiers, zeker, muzici. En misschien ook een hoop instituten ook niet. Maar wat me daarvan opvalt is, begrijp ik goed dat de overheid ervoor koos om een stuk van zijn distributie van noodhulp, zou ik maar zeggen, coronahulp, via jullie kanaal te doen? Ja, omdat ook zij zagen, we waren al begonnen, dat wij dus partijen konden bereiken die zij moeilijker konden bereiken. En bovendien, dit waren dus echt over heel Nederland verspreid allerlei kleine theatertjes en musea en podiumkunstenplekken waar zij geen toegang toe hadden. En dat wij dat wel hadden met ons netwerk, dat was natuurlijk heel erg mooi complementair. Ja, ja.
ook wel merkwaardig vind ik eigenlijk dat de overheid dat niet heeft. Maar dat laat ik daar niet moeilijk over doen. Maar het is mooi dat ze jullie vonden. Maar is dit het stimuleringsprogramma, zeg maar 3-jaar stimuleringsprogramma? Is dat dit? Ja, dus dat waar we nu mee verder willen, hè, die samenwerking tussen die culturele fondsen en de Vriendenloterij en het ministerie, hopen we, is heel goed bevallen. En we willen nu inderdaad gaan kijken hoe we de komende periode dat verder kunnen brengen. En dan hopen we maar dat het inderdaad corona achter ons ligt. En dat we moeten gaan investeren in een thema als digitalisering, wat natuurlijk ook kansen biedt voor de cultuur. Ja, dus deze samenwerking blijft de volgende jaren? Ja. En investeren in digitale technologie? Hoezo? Waarom? Wat is nou ja, omdat we ook gezien hebben... Nou, dat we zenden we, het nu uit. Ik zou zeggen, dit is een van de voorbeelden daarvan. En veel culturele instellingen hebben gezien... Hey, daar zitten ook mogelijk nieuwe businessmodellen in. En misschien moeten we iets maken wat aan beide... Hè, zowel fysiek als digitaal... zorgt dat we er weer bovenop komen, ook financieel. Ja. Dus dat culturele instellingen een beter beslagen... niet ten ijs, maar ten internet gaan. Zeker, ja. Ja. En zich beter kunnen laten zien. Ja, wij denken dat dat de komende tijd heel erg nodig zal zijn. Ja. Om ook het goede uit die coronatijd te gebruiken. Ja. Misschien krijgt de publieke omroep dan nog zware concurrentie. Ja, wie weet. Ja. Maar jullie doen het internationaal, jullie doen het nationaal, zeg maar, en lokaal. Dit is een estafette over de lokale verkiezingen. Absoluut, ja. Wat doe je dan lokaal? Ja, nou, een voorbeeld wat ik wil noemen is de Afrikaner Wijkcoöperatie in Rotterdam. Ja. Dat is sinds 2014 een initiatief in Rotterdam-Zuid. Een Afrikaner Wijk, een wijk waar van alles moet gebeuren. En daar is heel mooi ontstaan een bijzondere plek met een wijkkeuken en een schoonmaakbedrijf en een cultureel podium en zelfs een textielatelier. En dat is door een zeer ondernemend wijkbedrijf opgezet met en voor de buurt. Mm-hmm. En daar gebeuren hele mooie dingen. Daar ontmoeten mensen elkaar. En dat is zo'n lokaal initiatief dat mogelijk is gemaakt door Stichting Doen. En dat is het verdeelfonds van de Postcode Loterij. Wat dus echt in de haarvaten van de samenleving wat kleinere van dit soort mooie maatschappelijke initiatieven verder brengt. En Doen kiest dan zeg maar wijken of initiatieven, lokale initiatieven die zij denken... Ja, en die worden ook gewoon benaderd door al dit soort initiatieven. Want daar zijn ze wel onbekend dat ze dit soort dingen steunen. Ja. En dat wordt goed gevonden. En ze gaan er ook zelf op uit om dit soort initiatieven te vinden. Nou ja, dus jij bent eigenlijk de fundraiser van Doen? Zeker, ja. Ja. Oké, en wat is nou zo mooi aan die Afrikaner Wijk? Wat spreek je speciaal? Nou ja, ik denk dat dit echt er niet zou zijn als we niet vanuit de loterij gefinancierd met Stichting Doen dat een mooi kontje kunnen geven, dit soort buurtinitiatieven. Ja. En dan staat het er en dan blijkt het te voorzien in een behoefte. En ook heel veel mooie dingen mogelijk te maken. Dus dat is waar wij in geloven. Ja. En je gelooft eigenlijk dat de lokale politiek, dat zullen we de volgende uren ook horen, ongelooflijk veel op zijn bordje heeft. Zeker. Daar flink bij geholpen moet worden. Zeker. En laat daar inderdaad alsjeblieft die mooie burgerinitiatieven mooi op aansluiten en toevoegen daarop. Ja. Ja, ik heb toch het idee dat jullie stiekem eigenlijk vinden dat de burger het beter kan dan de overheid. Maar misschien is dat mijn interpretatie van alles wat je zegt. Maar we hebben daar ook een video van, hè, van een van die initiatieven die onderdeel is van in die Afrikaner Wijk, die initiatieven. Café Howard. Ja, dat is hier in Amsterdam, in Bos en Lommer. We hebben ook nog een buurtfonds, een Postcode Loterij buurtfonds. Dat nog kleinere initiatiefjes, eigenlijk met een veel kleinere bijdrage, nog verder wil brengen. En een van die projecten die ook door Stichting Doen wordt uitgevoerd, is inderdaad Café Howard hier in Bos en Lommer. Waar mensen met een verstandelijk... Dat wordt gerund door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. En daar gaan we even naar kijken. Dus dat is weer nog kleiner, dat is echt op straatniveau. Precies, ja. Dat gaat echt om moestuintjes en dit soort kleinere echte buurtinitiatieven in de straat. Ja. Ja, dat mensen elkaar in de buurt nog een beetje kennen. En zo. Zeker. En samen iets doen. Oké, jij hebt die filmpje meegebracht van Café Howard. Ja. Daar gaan we even naar kijken. En daarna neemt Teun van de Keuken deze stoel in en zal de verkiezings... estafette leiden, hopelijk in goede banen leiden zelfs, maar dat is hem wel toevertrouwd. En Howard, ik vind jou gewoon een topgast hier. Nou, ik ga altijd huilen als je dat zegt, dus dat moet je niet zeggen. Oh.
We zijn hier in de buurtkamer in Amsterdam-West, waar we veel dingen doen voor de buurt. Onder andere kinderdisco, we hebben een kindercafé, we hebben een volwassenendisco, we hebben een mini-rommelmarkt, we hebben eten met je buren. En wat gebeurt er op dit moment achter u? Oh, achter mij? Ja, de meiden zijn aan het koken. Hè. Buurvrouw Chanel, die woont hierboven, samen met Esther, die uit Oeganda is gekomen een jaar geleden, koken ze elke dinsdag voor mensen uit de buurt. You have come from Uganda. I left Uganda because I had personal issues. Because of my sexuality, you find yourself in a place where you're accepted. And you were not accepted in Uganda? Definitely. It's a nightmare. De mensen die bij mij werken zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daar val ik zelf ondertussen ook onder, of al lang eigenlijk. Als je mij ziet, zul je dat niet zeggen, maar ik ben flink beschadigd in mijn jeugd. En wilde ik een plek creëren waar ik mezelf veilig voelde, maar ook andere mensen. Het is ook heel populair geworden in een korte tijd. Nou ja, dat is fijn. Hallo! Het is gezellig om te lopen voor. Het is hier heel gezellig. En je leert allemaal nieuwe mensen kennen. En zij kan ontzettend lekker koken. Is dit waar u het een beetje voor doet? Ja, onder andere, ja. Ik vind het fijn dat mensen blij zijn. Ze komen niet voor niks elke keer. We zijn een plek waar mensen uit de buurt bij elkaar kunnen komen in de hoop dat ze zich wat beter gaan voelen. Of dat ze zich gewaardeerd voelen. Of, dat is wat we doen. Ja. Nou, dankjewel Juri. Dankjewel Dorien. Nu gaan we eigenlijk echt beginnen, zou ik zeggen. Het is natuurlijk altijd heel erg gevaar als je de directeur van de balie laat openen. Dan weet je dat je gewoon meteen al 10 minuten uitloopt. Maar luister, ik zit hier nog 8 uur, dus dat lopen we wel weer in, denk ik. We gaan het dus vandaag hebben over de gemeenteraadsverkiezingen, over de lokale politiek, over allerlei lokale initiatieven, maatschappelijke organisaties. En er zijn 4 mensen die net als ik gewoon van 12 tot 8 hier blijven zitten. En deze 4 mensen, dus dan kan je dus wel zeggen van, nou, als er mensen zijn die hart hebben voor de lokale zaak, dan zijn jullie het wel. Jullie zijn het jongerenpanel. Als ik het goed begrijp, zijn jullie geëngageerd, geïnteresseerd in politiek, in de maatschappelijke kwesties, maar niet per se dat je helemaal verbonden voelt bij een politieke partij. Misschien dat het aan het eind van de dag of van de avond wel anders is. Maar misschien kunnen jullie je één voor één even voorstellen. Yes, ik ben Amisha Raji. Ja. Ik zit momenteel nog in 6 VWO op het Ingenieur Lely Lyceum. Ik ben overigens nog 17 jaar en ik mag dit jaar voor het eerst gaan stemmen, wat heel spannend is. Heel spannend. Ja, en ja, naar mijn verwachtingen ga ik vandaag heel veel nieuwe dingen leren over de politiek, die mij ook zullen helpen tijdens het stemmen. Want het is de eerste keer en de eerste keer is altijd wel spannend. Ja. En ja, naast de vele onderwerpen die vandaag worden besproken, ga ik mij vooral focussen op ongelijkheid. Dat onderwerp, ja, spreekt mij gewoon heel erg veel aan. Ja, en je bent verbonden aan iets dat heet Stadslab? Klopt. Wat is dat? Zo'n organisatie die op Amsterdamse scholen langskomt en daar een project lanceert. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan in mijn 4e jaar voor maatschappijleer. Ja. Dan moet je een maatschappelijk probleem in Amsterdam in kaart brengen en een passende oplossing daarvoor vinden. En je hebt zowel het probleem in kaart gebracht als de oplossing ook gevonden? Klopt. Wat goed zeg. Het probleem was, wat was het probleem en wat was de oplossing? Nou, ons probleem was dat jongeren in Amsterdam, zowel jongens als meisjes, moeilijk praten over wat gênantere onderwerpen. Ja. En onze oplossing was om een event te creëren waar jongens en meisjes samen bijeenkomen om te praten over deze onderwerpen. Want ja, ze worden vaak als taboe gezien, maar dat... Ja. Kan je eentje voorbeeld noemen? Ja, seksuele geaardheid bijvoorbeeld. Ja. Of armoede thuis. Dat is niet waar jongeren onderling zo vaak over praten als ze bij elkaar zijn. En dat werd een succes, dat event? Ja, nee, dat hebben wij in de kantine op school met z'n 4'tjes gedaan. Ja. Dat was een groot succes en daar ben ik Stadslab ook heel dankbaar voor. Wat goed zeg. Dan naast jou zit Amina. Thanks. Ja, dat klopt. Ik ben Amina. En ik hou mij bezig in het dagelijks leven als organisatieadviseur in de publieke sector. Dus ik werk momenteel voor verschillende gemeentes en ministeries. En daarnaast, in de vrije tijd die ik heb, hou ik me ook bezig met integratie en participatie van niet-Westerse migranten hier in Amsterdam. Ja. Waar ik me bezig hou met thema's zoals huiselijk geweld, armoede, werk en inkomen. En noem het eigenlijk maar op. En dat doen we. En waar ga jij vandaag op letten?
Ik ga letten op inclusiviteit en integraliteit, voornamelijk van het beleid. En dat bijvoorbeeld het ene beleid niet de effecten ervan andere burgers wat harder gaat raken. Die verdelingseffecten. Dus daar ben ik best wel benieuwd naar en hoe ze dat ook wel zien. Want vaak wordt er gezegd van er moet hier geld naartoe en dit moeten we nu gaan doen. Maar vaak heeft dat ook effecten op de andere domeinen en hoe ze daar ook over nadenken. Ik heb dus wel het idee nu al dat die mensen hier die hier straks aan tafel komen te zitten, die kunnen niet zomaar een beetje uit hun nek zwetsen. Want er zit hier een behoorlijk streng panel zit hier. Nou, dat vind ik ook wel eens goed. Dan daarnaast. Werkt deze? Ja. Oké, top. Ik ben Mo. Ik ben 20. Ik zit momenteel mijn tweede jaar in mijn bachelor rechten aan de UvA. Ja. En, dat heeft al raakvlakken met het thema, want daar heb ik geleerd hoe belangrijk gemeenteraadsverkiezingen zijn op het gebied van lokale wetgeving organiseren. APV's, gemeenteraad, college van BMW, noem maar op. Zij beslissen heel veel van waar wij mee te maken krijgen. Ja. Ik zit bij Ergen. Ergen is een jongerenpanel, nou toevallig. En, wat doet dat, jongerenpanel? Wat we doen is het volgende. Eens in de maand komen er allemaal jongeren van verschillende achtergronden samen bij het hoofdkwartier van Ergen in West. En we nodigen altijd een gast uit. Het kan echt van alles zijn. We hebben Femke Halsema gehad, Ferit Azarkan, we hebben Paul Vughts gehad. En we stellen ze vragen. Vooral omdat dit maatschappelijk belangrijke mensen zijn, vinden we het fijn dat jongeren gehoord worden. En dat we ook een beetje de kans krijgen om een inkijkje te hebben in hoe het daaraan toe gaat. Ja, nou, wat goed. En dan hebben we Bas. Ja, ik ben dus Bas. Ja. Ik zit hier belastingrecht en rechtsfilosofie in Leiden. Ik heb hier staan Bas Bot, belastingexpert. Ja. Jeetje, mina zeg. Ja. Ja. Ja, je studeert en dan ineens word je toch gebombardeerd tot belastingexpert. Maar, nou, één zo'n dag in de baan, die kan enorm helpen ook wat dat betreft. Ja. En nou heb ik ook nog de luxe dat ik de komende maanden verder mag leren om te mengen in het publiek debat. Dus bij de studio, ook hier georganiseerd door de Bali. Ja. Dus, heel leuk. Ik ben vooral geïnteresseerd in het thema van de woningmarkt. Want ik heb een beetje ruzie gemaakt met mijn huisbaas. Ja. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk een handhavingslek is bij veel gemeenten. Want, veel... Wat voor ruzie was dat met de huisbaas? Hij vroeg te veel huur? Hij vraagt te veel huur. En wat nog problematischer is dat hij telkens dreigt om arbeidsmigranten erin te zetten. Die moest dan gaan wegpesten in feite. Er ligt nu, veel studentensteden hebben nu beleid daarvoor dat er een vergunning verleend moet worden om het te verkameren. En, maar de gemeente kan daar niet op handhaven. En het zou dus veel beter zijn als dat... Welkom. Ja, we gaan het ook over de woningnood. Ook gaan we het ook nog hebben vandaag. Waar ga jij specifiek op letten? De woningmarkt ben ik dus in geïnteresseerd. En ik kwam ook de gehandicapte sport ook voorbij. Ja. En nou wil het feit dat ik zelf ook... een spasme heb, dus ik ben erg benieuwd, want ik weet uit ervaring dat nog wel eens lastig kan zijn om goede sportfaciliteiten te vinden. Ja, ja, ik snap niet, ik weet niet waar ze deze ongelofelijke mensen allemaal vandaan hebben gehaald. Ik bedoel, dat jullie zo met zulke goede en serieuze dingen bezig zijn al als je zo jong bent, ik vind het formidabel. Eigenlijk bij elke ronde komen we even bij jullie terug. Ik vind het ook fijn om vanuit mijn ooghoek af en toe te zien van, oh, hier willen jullie sowieso wat op zeggen. Dus doe even zo alsof je bij een veiling... biedt op een Van Gogh, weet je wel, even zo de vinger in de lucht. En dan wil niet zeggen dat ik daar meteen naar je toe kom, maar dan weet ik dat even en dan komen we daarop terug. Nou heb ik hier staan dat we nu het eerste panel hebben. Nodig die gewoon hier aan tafel uit, denk ik. Dus dat is het thema, dat is meteen een heel handig thema. Dat thema staat hier opgeschreven als waarom stemmen. Nou, het is handig als we dat weten. Dus kom maar naar voren. Ja. Hallo allemaal. Hallo. Ik vermoed dat jij Lisanne de Blok bent. Klopt. Juist. Ja. En dan hebben we Itay. Ja. Ja. Itay Garmi en Jochem Jordaan. Ja. Dus Lisanne de Blok, jij bent van lokaal kiezersonderzoek. Ja. Itay, jij bent oud-campagneleider voor Volt. En je staat ook op de lijst in Amsterdam.
En klopt. Jochem Jordaan, jij hebt sowieso de beste naam van iedereen hier vandaag. Ik was al bang voor die introductie. Ja, ja, en ik zal je iets verklappen. Dit gaat nog heel vaak gebeuren in je leven. Ja, ja, meestal gebeurt het vooral als ik een nieuw huis vind in Amsterdam en me opnieuw ga inschrijven bij de gemeente. Ja. Dan is het moment dat ik dit commentaar krijg. Maar ik kom dus niet origineel uit Amsterdam. Dus helaas, ik woon wel in de Jordaan, ja, maar ik kom er niet vandaan. Maar het goede, want Johnny Jordaan, die heette dan weer niet echt Jordaan. Dus nee, dat is ook zo. Dus mensen vragen wel eens of je familie bent, maar dan leg je dat uit dat die niet zo heette. Nou, sinds kort met de kiespannen ben ik wel gaan zingen. Dus word ik soms wel geïntroduceerd als Jochem Jordaan. Ja. Dat wel, maar nee, daar houdt het ook. Je moet er gewoon je kracht van maken, denk ik. Zeker. Dat is mijn advies. Jochem, wat zijn de kiespannen? Wij zijn een initiatief dat 4 jaar geleden is begonnen om eigenlijk politiek luchtig over te brengen aan een jonge doelgroep. En dat doen we voornamelijk door het organiseren van verkiezingsshows in grote theaters en poptempels om jongeren binnen 1,5 uur klaar te stellen voor verkiezingen. Zo zijn we begonnen, maar we hebben ook een podcast en een grote stemcampagne en doen van alle. En waarom gingen jullie dat doen? Nou, eigenlijk, dat was rond de tijd dat er Nederlandse verkiezingen waren, 2017. Trump was net verkozen, Brexit had net plaatsgevonden. We dachten toen nog van, het kan niet dramatischer in de wereld dan dit. Ja, nou, helaas. We were wrong, maar dat was wel een moment voor ons om te bedenken. Wij vinden dat de manier waarop we politiek communiceren, dat dat anders kan. En wij denken dat we op die manier een manier hebben gevonden om meer jongeren te betrekken bij politiek. En vooral om de stemopkomst te verhogen. Ja. Want dat is uiteindelijk ons doel. Een goede informatievoorziening voor jongeren. En ook uiteindelijk met als doel de stemopkomst te verhogen. En de lokale politiek, is dat ook belangrijk? Nou, sterker nog, het is misschien wel de allerbelangrijkste. En daarom ben ik heel blij dat ik hier mag zitten samen met jullie. Want het is ook wel dramatisch. Slechts 42% van de jongeren ging 4 jaar geleden stemmen. In sommige wijken kwam dat niet eens boven de 20%. Dus ik denk juist bij zulke belangrijke verkiezingen als gemeenteraad is het heel belangrijk dat er veel jongeren bezig zijn met die verkiezingen. En al helemaal gezien de situatie in Rusland, Oekraïne, is het van belang dat we niet vergeten dat deze verkiezingen ook heel belangrijk zijn. En zoals Juri al zei, dat we blij moeten zijn dat we überhaupt verkiezingen hebben. Ja, zeker. Ik vind dat een hele lastige spagaat, zou ik bijna zeggen. Dat, dus aan de ene kant is juist, er zijn nu ook allerlei mensen die zijn hier bijvoorbeeld niet omdat die zijn aan het demonstreren. Er zijn er ook mensen die denken van ja, mijn hoofd staat er nu echt niet naar vanwege Oekraïne. En aan de andere kant wordt er gezegd, juist vanwege deze verschrikkelijke affaire in de wereld, in Europa, geeft eigenlijk aan hoe belangrijk onze democratie is. Nou, je ziet dat partijen, ik ben benieuwd ook hoe Volt daarmee omgaan, maar dat die daar ook mee struggelen in hun campagne. Ja. Over 10 dagen zijn die verkiezingen en je ziet toch dat deels wordt ondergesneeuwd. In ieder geval waarschijnlijk is het ook lastiger voor politieke partijen om plaats te nemen in grote media, in lokale media. De zaal zit hier ook nog niet helemaal vol. Misschien komt dat straks beter, maar dat is ook heel logisch. En de hoop is wel dat we uiteindelijk zorgen dat het leidt tot een hogere opkomst. Maar ik ben er enigszins een beetje sceptisch in. Ja, ik ga even aan Lisanne even gewoon noem eens wat cijfers. Hoe staat het voor met de populariteit van deze verkiezingen? We zijn dus kiezersonderzoek Nederland is geen peilersonderzoek. Dus we doen geen peilingen in vraag of je gaat stemmen. We weten wel dat structureel zijn de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk gewoon minder populair dan de landelijke verkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen is de opkomst vaak rond de 80%, soms wel tegen de 90% gaan. En bij de gemeenteraadsverkiezingen daalt dat eigenlijk sinds de jaren 70. Dat was nog soort van 70%. En nu is het al 10 jaar rondom de 55%. Ja, wat ook werd gezegd, het is een beetje afwachten wat de huidige situatie gaat doen met de opkomst. Dus inderdaad, het kan een soort van een signaal zijn, een hele hoge opkomst van ja, de verkiezingen zijn superbelangrijk, laten we allemaal gaan stemmen. Maar er is ook minder aandacht in de media en ook is het logisch, het wordt er misschien een beetje ondergesneeuwd. Dus het is een beetje afwachten wat het uiteindelijk gaat doen. Ja, daar is eigenlijk, dus het kopje van deze ronde is, waarom moeten mensen dan juist voor deze lokale verkiezingen gaan stemmen? Wat zijn belangrijke thema's? Ja, dus het lokaal kiezersonderzoek is eigenlijk in 2016 begonnen. Dat kwam doordat er heel veel was gedecentraliseerd. Dus hele belangrijke taken die eerst bij het Rijk lagen, zoals de zorg voor langdurig zieken en ouderen. De jeugdzorg, denk ook aan de bijstand, werk en inkomen. Die zijn allemaal naar de gemeente verplaatst. En daardoor werd de gemeente eigenlijk een steeds belangrijkere overheid. En wij wilden eigenlijk wel weten van ja, weten mensen dat wel, dat de gemeente eigenlijk steeds meer invloed heeft en steeds belangrijk is. Wat wij vinden is inderdaad dat mensen daar niet heel erg bewust van zijn. En er komen ook nog grotere taken aan. Denk aan de energietransitie, de omgevingswet.
Dus kortom, de lokale overheid wordt alleen nog maar belangrijker en invloedrijker. En ja, als kiezer van Nederland heb je het recht om te laten weten welke richting je daar het beste van vindt. En het is dus belangrijk om dat recht te gebruiken en te gaan stemmen. Ja. Maar kennelijk, dat is dus eigenlijk wel een heel raar. En wat we nu eigenlijk al een beetje constateren, is dat dus het wordt steeds belangrijker, de lokale politiek. Daarbij moet gezegd worden dat de hoeveelheid geld die de gemeente daarvoor krijgt voor al deze taken daar niet helemaal goed bij aanslaat altijd. Maar tegelijkertijd vinden wij het steeds minder interessant. Ja, klopt. Is daar ook, heb je daar enig idee waar dat door komt? Ja, nou ja, dus er zijn verschillende redenen. Dus we weten inderdaad dat bijvoorbeeld opkomst bij lokale verkiezingen sterk verbonden met interesse in politiek. Dus niet zozeer interesse alleen in lokaal politiek, maar we zien ook mensen die überhaupt geïnteresseerd zijn in de politiek zullen eerder gaan stemmen. Qua informatievoorziening is het lokaal natuurlijk ook best wel lastig om te weten wat er gebeurt in de gemeenteraad. Er is weinig subsidie voor lokale media. En ook heel weinig mensen hebben bijvoorbeeld een abonnement op het lokale snuffertje. Dus het is ook een beetje de vraag hoe mensen die informatie tot zich moeten krijgen. Nou ja, zoiets als zo'n initiatief als de Kiesman is natuurlijk een heel goed initiatief om inderdaad mensen te informeren. Maar het is nog best moeilijk om informatie te krijgen over de lokale politiek. En misschien is het ook wat minder sexy, de lokale politiek. Er wordt wat minder politiek bedreven. Ja, maar waarom eigenlijk? Als er zoveel thema's zijn waar juist de lokale politiek over gaat, zou je zeggen dat het bedrijf dan ook maar eens flink politiek. Ja, dus de gemeenteraadslid is natuurlijk iemand die het naast zijn of haar baan doet erbij. Ja. De raadsvergaderingen zijn vaak 's avonds, die duren best wel lang. En soms, ja, meestal zie je dat het ook wel leidt dat het toch wel heel erg pragmatisch aan toe gaat, dat er niet echt tijd en ruimte is voor echt debat. Omdat er zijn gewoon heel veel taken, moet snel beslist worden. We willen ook niet dat onderlinge verhoudingen niet een beetje scheef gaan. Daarbij, het is gewoon, een gemeenteraadslid besteedt gemiddeld 18 uur per week eraan. En dat doen ze dus naast vaak een voltijdbaan. Ja. Dus het is ook een beetje een kwestie van tijd en middelen. Itai, dit klinkt best dramatisch eigenlijk. Ja. Maar ik heb er wel zin in. Je hebt er wel zin in, ja. Ja, zeker, zeker. Nee, zoals er wordt gezegd. Kijk, ook bijvoorbeeld het college, die heeft duizenden ambtenaren waar ze gebruik van kunnen maken. En gemeenteraadsleden hebben veel meer beperkte middelen. En die moeten in de beperkte tijd die ze al hebben, omdat ze nog een baan ernaast hebben, proberen het college goed te controleren en ook met nieuwe voorstellen te komen. En ja. Dat is best een uitdaging. Ja. Nee, goed, je zegt ik heb er wel zin in en vervolgens noem je nou eigenlijk nog, nog een punt op. Ik heb zin om de uitdaging aan te gaan. Nee, kijk, ik denk, er is al aangestipt waarom lokale politiek zo belangrijk is. En zeker, ik denk voor zo'n Europese partij als Volt, ja. Waarbij je op elk niveau actief moet zijn, wil je alle grensoverschrijdende uitdagingen waar wij het mee te maken hebben, of nou klimaat is, veiligheid, digitalisering, als je op een goede manier wil oplossen, moet je op elk niveau actief zijn. En lokaal niveau is toch het niveau waar je het meeste met mensen in contact komt en ook echt kan horen waar ze mee zitten en dat proberen op te lossen. Maar hoe krijgen we, wat jullie zijn er eigenlijk wel in geslaagd om ook heel veel jongeren enthousiast te maken voor die lokale politiek? Een redacteur had mij gewaarschuwd, ja, nu gaan we, als ik dit aan jou vraag, dan ga jij met een Volt-praatje komen. Nou, dat is logisch, want je bent ook van Volt, dus het valt niet helemaal te voorkomen. Maar probeer het zo te doen dat andere mensen het ook leuk vinden. Is goed. Ik denk, kijk, Volt is opgericht door jongeren. Eigenlijk door dezelfde redenen die Jochem net noemde. Ja. De Brexit, populisme, overwinning van Trump. Ik ben overigens nergens bij betrokken. Dat is niet, nee. Je wordt een beetje zo het kamp ingetrokken. Nee, maar dat wil ik bij deze rechts. En het zijn jongeren die eigenlijk zijn opgegroeid met open grenzen, die overal gebruik kunnen maken van internet, die gewend zijn om veel te reizen in Europa en eigenlijk gewend zijn om te horen tot een soort van nieuwe generatie Europa. En dat trekt jongeren aan bij Volt. En daarnaast wat jongeren ook aantrekt bij Volt is het frisse, het vernieuwende, het is een nieuw geluid. Een geluid dat heel erg zoekt naar overeenkomsten, bij een positief verhaal blijven. En wat denk ik ook een grote rol speelt, wat voor mij een persoonlijke reden was om me aan te sluiten bij Volt, is de representatie. Er staan heel veel jongeren op de kieslijst van Volt. En je ziet toch maar 7% van de gemeenteraadsleden zijn onder de 30. En als het een evenredige representatie zou zijn van het aantal jongeren die we hebben in Nederland. Maar jullie hebben dus ook veel jongeren enthousiast weten te krijgen voor de partij. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ten eerste focus je op platforms waar jongeren veel actief zijn, zoals bijvoorbeeld social media. We geven jongeren ook meteen veel verantwoordelijkheid als ze vrijwilliger bij ons worden.
Maar ik denk de grootste reden die ik hoor waarom jongeren zich bij ons aansluiten is het frisse, het vernieuwende, het Europese. Ja, dus over een jaar of 8 is het wel weer gedaan? Nee, ja. Dat denk ik zeker niet. Juist ook. Je kan niet altijd. Ik bedoel, het is grappig. Dat bedoel ik. Dat laat. Ik weet niet, een tijd geleden kreeg Jesse Klaver. Die kreeg een taart van zijn collega's. Omdat hij al weet ik niet hoe lang in de kamer zat. Ja. Terwijl we hem allemaal nog eigenlijk zagen aankomen als een soort de nieuwe baby op het Binnenhof. Dus het kan al, je kan best snel vallen van fris naar establishment. Ja, nou, dat is misschien een goede tip. Er kunt ook altijd veel jongeren zich weer aansluiten. En een partij moet ook zeker vernieuwen. Maar. He, wat we zeiden, ik denk dat er niet alleen maar reden is tot pessimisme. Inderdaad, er wordt minder gestemd. Maar wat we ook moeten zien is dat in 2019 het aantal jongeren bij de Europese verkiezingen verdubbelde in Nederland. Van 18% naar 35%. Bij de afgelopen verkiezingen is het aantal jongeren dat is gaan stemmen verhoogd. Dat heeft niet alleen met Volt en de kiesmannen te maken. Dat heeft te maken met een hele brede groep, denk ik. Ook juist in het maatschappelijk middenveld. Veel meer initiatieven die er zijn gekomen in de afgelopen jaren. Niet alleen maar top-down vanuit de overheid saaie campagnes van gaan stemmen. Maar juist ook heel veel lokale initiatieven. Vanuit verschillende communities, vanuit verschillende wijken. Om jongeren te informeren over politiek. En niet alleen maar op traditionele manieren. Maar juist ook op hele creatieve manieren. Politiek is veel meer dan één keer in de 4 jaar stemmen. Het is juist jongeren betrekken bij inderdaad demonstreren, petities. Ook dat is politieke participatie. En in die zin ben ik dus wel redelijk optimistisch over. Rusland, Oekraïne daar gelaten. Want dat kan natuurlijk een grote impact hebben. Maar in principe op de trend dat jongeren in zekere zin veel meer politiek betrokken zijn. En niet alleen via de traditionele, conventionele manieren van stemmen, maar door het participeren in protesten, in petities. Eigenlijk een beetje zoals ons panel ook. Daar merk je dat soort engagement ook. Ja, maar ik denk dat ook steeds meer gerealiseerd wordt dat democratie en dat stemmen niet alles is. Het is heel belangrijk naar de stembus gaan. Maar dat betekent niet dat je er vervolgens 4 jaar lang op je stoel kan gaan zitten. Het kan ook bijvoorbeeld zijn van willen we, ik noem maar even iets heel sufs, maar willen we drempels in onze straat of niet? Dat is ook politiek. Ja, nou, ik zou dat niet gebruiken in je campagneslogan, denk ik. Nee, voor de jongeren niet, maar voor zo'n oude man als ik is dat. Nee, maar ik bedoel meer alles is eigenlijk. Dus misschien is het wel zo dat voor een oudere generatie politiek gedefinieerd is geraakt tot. Nou ja, wat er in Den Haag gebeurt, tot iets institutioneels, terwijl eigenlijk alles politiek is. Ja, en daarnaast is het denk ik ook wel goed om te realiseren. We hebben het vaak over jongeren, maar we zien voornamelijk in jongeren met een migratieachtergrond, jongeren met een praktische opleiding in plaats van hoger opgeleide jongeren, dat daar een heel groot verschil in zit. Dat is ook het kiezersonderzoek, heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En daar zie je echt dat hoogopgeleide jongeren in het centrum van Amsterdam, daar gaat gewoon 90% van naar de stembus. Dus we moeten ook goed kijken van. Waar zit het probleem? Ja. En wat zijn er specifieke oplossingen voor? En beantwoord je eigen vragen maar. Ja, ik denk wat we heel goed hebben gezien in de afgelopen jaren is dat ook de overheid en verschillende instellingen zich er bewust van zijn geworden dat er veel meer een focus moet liggen op echt de wijken ingaan en de focus op mbo's. Dat gebeurt al en dat we zien dat daar steeds meer een shift naar is. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus niet alleen maar alle jongeren in Nederland moeten gaan stemmen. Nee, we moeten specifiek kijken naar de problemen. Waarom heb je geen vertrouwen in de politiek? Waarom voel jij je niet gerepresenteerd in de politiek? Dat is denk ik een hele belangrijke. En we moeten veel meer gefocust te werk gaan in verschillende wijken in plaats van focussen op jongeren in het algemeen. Want ik denk dat ja, als je veel concreter gaat kijken naar waar de problematiek zit van politieke participatie, dan kan je ook veel gerichter te werk gaan. Ja, als mensen zich niet gerepresenteerd voelen, dan kunnen ze misschien op een gegeven moment het idee hebben, dan ga ik ook niet stemmen. Ja, dat zie ik ook zeker. Dat zie je zeker terug. Dus mensen die überhaupt het idee hebben dat de gemeente bijvoorbeeld geen invloed heeft op hun dagelijks leven, die denken dat het helemaal niet uitmaakt wat ze stemmen, dat zij minder snel naar de stembus zullen gaan. Dus dat zien we ook zeker terug. Maar ik denk wel, dus dat wat je ook zei over die drempel. Dus dat is ook wel, dus alles is politiek en ook zeker de drempel. En als je ook kijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen, wat het grootste thema wat speelt, is toch ook wel de verkeer in de fysieke omgeving. Dus het gaat van die drempel tot de parkeergelegenheid, tot de bereikbaarheid van je buurt. Maar ook, en dat thema is nu groter, wonen. Dus de huurhuizen, het aanbod huurhuizen, dat speelt vooral onder de jongeren. En ik denk ook onder jongeren met een praktische opleiding, voor hen is het nog moeilijker om aan huis te komen. Ja. Dus dat zijn wel de grote thema's die spelen op lokaal niveau. Ja, precies. Want dat wilde ik jou net vragen. Wat zijn inderdaad de belangrijkste thema's? En zie je dan ook dat partijen die zich daar goed op inspelen?
Ja, dus dat, is een beetje de vraag van wat beweegt men om lokaal te gaan stemmen. En dat is een beetje de vraag in hoeverre dat echt lokale overwegingen zijn of meer nationale overwegingen. We weten dat een heel grote groep van kiezers in het algemeen, dus niet alleen de jongeren, bij de gemeenteraadsverkiezingen toch op dezelfde partij stemmen als dat ze dat deden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Je ziet ook vaak op landelijke media dat ze dan toch ook een beetje mee worstelen van hoe gaan we hier nou aandacht voor vragen. En dan zie je toch vaak weer de lijsttrekkers van het landelijke politiek voorbij. Rutte bij Jinek bijvoorbeeld. Ja, Rutte bij Jinek, ja. Maar slaat het op. Ja, ja, precies. Ja. Wat ik ook zei, het is ook misschien niet heel gek dat mensen niet echt weten waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Want telkens worden die landelijke kopstukken ingezet. Maar we zien dus dat mensen grotendeels op dezelfde partij stemmen. Dat doen ze dan deels doordat ze dat gewoon altijd al zo doen. Ze zijn gewoon eenmaal een VVD-stemmer. Of omdat ze de standpunten ermee eens zijn. En eigenlijk de derde reden is pas dat ze echt naar de partijprogramma hebben gekeken lokaal. En daarom alsnog voor dezelfde partij hebben gekozen. Je ziet wel dat de lokale partijen steeds groter worden de afgelopen jaren. We zien steeds meer. Dus als je alles bij elkaar stopt, dan zie je dat 29% van de stemmen zijn naar lokale partijen gegaan. Ja. Maar ook daar is dan is dat vooral een overweging. Of omdat de partij niet meedoet. Bijvoorbeeld Volt doet volgens mij alleen in 10 gemeenten mee. Klopt. Dus dat is best wel. Ja, dus als jij landelijk dan op Volt hebt gestemd, maar je woont net in zo'n kleinere gemeente waar het niet meedoet, ja, dan moet je wel op iets anders stemmen. Of omdat ze ontevreden zijn met het landelijke, de regerende partijen. En eigenlijk pas op de derde plaats de lokale belangen en redenen. Dus het is niet zo dat mensen juist uit een grote lokale betrokkenheid op die lokale partij stemmen? Nee, dat zien we nog niet terug. Nee, dat is eigenlijk pas meer de derde reden. Dus daarom wordt de gemeenteraadsverkiezingen ook vaak tweederangs verkiezingen genoemd. Ja. Omdat het toch als minder belangrijk wordt gezien. Misschien dat daar op zich met de afgelopen de ontwikkelingen als het gaat om klimaatmars en wonen, dat misschien wel iets meer belangrijker wordt, die lokale overwegingen. Dat zag je heel erg met Brexit bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen. Dat was echt, omdat het opeens zo erg ging leven tijdens die verkiezingen, waren er veel meer mensen bereid om te gaan stemmen. En daar hopen we een beetje dat nu met de huizencrisis, dat dat zo wordt gevoeld in verschillende generaties, maar vooral onder jongeren, ja. dat echt een... door veel jongeren eigenlijk als nummer één thema wordt gezien. Maar is dat dan ook inderdaad, we gaan er later inderdaad nog meer over praten, maar is dat dan ook echt inderdaad een thema waar dan een wethouder van een gemeente ook echt verschil in kan brengen? Zeker. Ik denk, als het gaat om wonen, dan gaat de lokale politiek gaat onder andere over voor wie bouwen we. Dus willen we voor sociale huur, middenhuur, voor rijke inkomens. Het gaat echt van voor wie willen we een stad zijn. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook hier in Amsterdam zijn er allerlei regels opgelegd om beleggers aan banden te leggen. Dat je bijvoorbeeld niet in, als je een huis koopt, dat je er niet zelf in mag gaan wonen in de komende eerste 5 jaar. Dus er zijn best wel dingen die de gemeente kan doen. Ook op huizenmarkt, maar ook op klimaat. Bijvoorbeeld zeker op veiligheid. Dat is natuurlijk een traditioneel belangrijk thema bij deze verkiezingen. En ik denk los van de belangrijke thema's aankaarten, moet er ook veel meer aandacht komen in het onderwijs over burgerschap. En over waarom zijn die gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Wat kan je er leren? Ik ben best wel politiek geëngageerd in mijn leven. Ja. Maar ik zelf tot ik... Ik ging verdiepen in de gemeenteraadsverkiezingen. Ik stemde wel altijd, maar ik had niet echt een goed beeld van wat de gemeente allemaal doet. Dus ik denk dat daar ook nog veel aandacht aan moet worden. Ja, en zeker dus met die overheveling van heel veel taken naar gemeenten. Maar ja, dat die taken zijn overgeheveld, dat weet ik ook wel. Maar ik weet dan toch van heel veel van die vervolgens niet van... oh, dat betekent in mijn gemeente dat deze partij dit zo gaat aanpakken... of deze partij dit zo gaat aanpakken. Ja, dus politiek gaat over keuzes maken. En dat werd ook al wel in het jongerenpanel gezegd. Dat, kijk, als jij inderdaad meer wil bouwen of meer geld in het woonaanbod wil stoppen, dan betekent wel dat je ergens wat moet bekostigen. De decentralisaties zijn ook samengekomen met een bezuiniging. Ja. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen keuzes meer te maken zijn. En zeker als je... Dus we zien wel bijvoorbeeld ook versplintering op het lokaal niveau. Dus dat het moeilijker is voor één partij om echt een groot deel van de zetels tot zich te krijgen. Dat maakt het ook iets moeilijker om beleid te beïnvloeden. Maar toch is er zeker, kan je toch zeker met je stem wel een signaal geven van welke richting de gemeenteraad op moet gaan. Of in ieder geval welke kaders het moet stellen en welke keuzes moet maken en welke afwegingen. Ja. Ja, maar ik merk daar dus ook niet echt dat daar nou heel hard campagne op wordt gevoerd.
Nou, ik denk zeker wel de afgelopen weken. Goed, is de campagne een beetje veranderd door de situatie in Oekraïne. Ja. Het voelt vooral ook gewoon een beetje ongemakkelijk om daar campagne over te voeren. Maar ja, zeker de afgelopen weken. Hoe ga je daarmee om dan met dat ongemak? Want ja, uiteindelijk komen er toch wel verkiezingen. Dus het is wel belangrijk. Klopt. Nou, vorige week zouden we met alle teams, alle 10 gemeenten waar we meedoen, op straat gaan staan en campagne voeren. En we hebben er toen juist bewust voor gekozen om daar een soort van solidariteitsactie te maken voor Oekraïne. Ja. En ik denk juist ook onze Europese boodschap past heel goed bij wat daar nu gaande is. Maar je ziet ook, ik denk bij elk debat waar ik tot nu toe ben geweest, stipt iedereen aan het begin ook van... het voelt gewoon een beetje ongemakkelijk om hier te zijn. Maar ja, we hebben wel die lokale verkiezingen en we moeten daar ook het ook over hebben. Ja. Maar ja, het nieuws ook nu, dat gaat voornamelijk over Oekraïne. Ja. Dus ja, het is wel een uitdaging om de boodschap goed over te brengen, ja. Is er al iemand uit het panel die hier iets over wil zeggen? Nou ja, ik was wel benieuwd van... we hebben net mevrouw van de... Van de Postcode Loterij waren er allemaal mooie initiatieven om van bottom-up zeg maar weer een betrokkenheid te creëren. En zien jullie daar ook meer mogelijkheden voor om mensen op die manier erbij bij de politiek te betrekken? Ja, zeker. Ik denk, bijvoorbeeld in Lissabon hebben ze een project, dat heet Lisboa Participa, waarbij ze eigenlijk burgerberaden proberen te gebruiken om jongeren meer te betrekken. Dus dan gaan ze naar studenten toe en dan krijgen ze een budget. En dan mogen studenten projecten indienen. En vervolgens krijgen ze ook de middelen om daar campagne op te voeren. Dus dan moeten ze bij de inwoners van de stad langs. En dan wordt het project wat de meeste stemmen krijgt, wordt volgens ook uitgevoerd door de gemeente. En ik denk dat soort initiatieven zouden we ook in Amsterdam, maar ook in andere Nederlandse steden kunnen doen. Om juist jongeren ook meer te betrekken bij wat er in hun wijk gebeurt of in hun grotere omgeving. Iemand anders, ja? Ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Want we hebben het nu natuurlijk over de jongeren, wat natuurlijk heel belangrijk is. Want het gaat natuurlijk over onze toekomst. Maar ik realiseer me ook dat we met de vergrijzing te maken hebben. Dus de meeste stemmen zitten natuurlijk ook bij de ouderen. Hoe zien jullie dat? En gaan jullie ook het gesprek aan met jongeren om ook het gesprek te gaan voeren met de ouders en grootouders hierover? Ja, we zien wel dat er bijvoorbeeld andere thema's spelen als je kijkt naar jongeren en ouderen. Dus inderdaad, zo'n thema als wonen, dat speelt wat minder onder de ouderen. Daar kijken ze bijvoorbeeld meer naar... Die hebben gewoon allemaal in de juiste tijd gewoon een prachtig pandje kunnen kopen. Ja, hoe langer ze zitten, hoe meer ze verdienen. Ja. Dus voor hen is vaak thema's zoals veiligheid en criminaliteit belangrijk. Dus je ziet wel dat er andere thema's zijn. Maar ik denk juist belangrijk inderdaad wat je zegt, dat ze ook met elkaar in een gesprek gaan. Uiteindelijk moeten ze samen doen. En ik weet niet hoe dat meer vanuit de partijen wordt gefaciliteerd. Ja, dat is zeker met lokale verkiezingen zie je dat juist veel ouderen nog meer gaan stemmen. Die stemmen traditioneel bijvoorbeeld partijen als het CDA. Die krijgen bij lokale verkiezingen ontzettend veel stemmen, relatief. Omdat er heel veel ouderen zijn die heel trouw altijd naar die verkiezingen gaan. En omdat je gewoon ziet dat ook significant jongeren minder betrokken zijn in verhouding tot ouderen bij lokale politiek dan bijvoorbeeld bij landelijke politiek. Bij landelijke politiek is dat verschil kleiner. Dus heel belangrijk... Ja, bij Brexit, als de jongeren allemaal wel waren gestemd, dan was de Brexit er niet geweest. Nou ja, precies. Dus ik denk juist heel belangrijk om met ouderen in gesprek te gaan. Maar de grote uitdaging voor ons, denk ik, we hebben met klimaatverandering te maken, met een huizencrisis, met een geopolitieke crisis. Denk ik dat het vooral belangrijk humanitaire is. Humanitaire crisis. Ik denk ook als je de dialoog tussen de twee wil vergroten, wat ik denk dat heel belangrijk is, moet er meer jongeren in de politiek komen. We hebben ontzettend veel ouderen in de politiek, heel weinig jongeren. Dus als je de dialoog tussen de twee wil faciliteren, moeten ze allebei aan tafel komen. Ja, en niet alleen jongeren. Dus het gaat over representatie in het algemeen. Dus ook jongeren, maar ook jongeren van kleur, ook meer vrouwen in de politiek. Want op die manier zorg je ook dat de opkomst wordt vergroot. Want als jullie je herkennen straks in de mensen die jou vertegenwoordigen in het lokaal bestuur, dat is de enige manier hoe we vertrouwen terugwinnen en hoe opkomst wordt verhoogd. Maar is het dan ook zo dat die dalende opkomst, dat die vooral ligt bij jongeren? Nee, dat zien we niet per se zo sterk terug. Dus de opkomst, je ziet wel inderdaad wat er gezegd wordt, dat ouderen, die zijn, voor hen zien ze misschien het stemmen ook meer als een plicht. Dus de ouderen zijn zeker oververtegenwoordigd bij de stembus. Je ziet gewoon überhaupt dat als jij tussen de 18 en de 25 is de opkomst gewoon heel laag. En wel als je vaak wat ouder wordt, dan ben je eerder geneigd gaan stemmen. Maar het is niet dat de jongeren minder zijn gaan stemmen. Structureel zien we gewoon dat jongeren
minder stemmen. Ja, maar die daling in de opkomst, die gaat door de generaties heen. Ja, dat zie je overal. Maar wat kunnen we daar dan aan doen? Hoe kunnen we nou gewoon nog even jullie enthousiasmerende kracht bij elkaar? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat meer mensen gaan stemmen? Ja, toch het belang van het lokale bestuur laten inzien. Zeker, nou, ze hebben al heel veel taken op hun bordje. Ze maken echt wel verschil, de gemeente. Daarbij is natuurlijk wel vaak een kanttekening dat ze ook beperkte middelen hebben. Dus, maar goed, ze gaan over heel veel dingen. En ze gaan nog over nog meer dingen. Over het klimaat, de energietransitie. Dus ik denk vooral mensen laten inzien hoe groot het invloed is van eigenlijk het gemeentebestuur op het dagelijks leven. De hoop dat dat dan stimuleert om toch wel meer te gaan stemmen. En wat je ook ziet is hoe als mensen vanaf jongs af aan stemmen, stemmen ze later ook eerder. Dus stemgerechte leeftijd verlagen lijkt me ook een goed idee. Nou, dat is zo in Amsterdam. Dat is in de gemeente al zo, hè? Nou, niet alle gemeenten. Dus Amsterdam heeft een proef met stadsdeelcommissies. Tijdens de verkiezingen kan je zowel voor stadsdeelcommissies als voor de gemeenteraad stemmen. Ja. En in Amsterdam doen ze nu inderdaad een proef dat je... Mijn dochter van 16 mag nu stemmen. Ja, dus zij woont in Amsterdam. Dan mag ze inderdaad voor de stadsdeelcommissie stemmen, nog niet voor de gemeenteraad. Oké. Nee, dus daar zit misschien inderdaad nog wel iets. Maar daarnaast ook met de vraag die jij stelde, juist wat we denk ik nodig hebben, is veel meer initiatieven van bottom-up. Om ervoor te zorgen dat juist in lokale wijken mensen worden geïnformeerd en geenthousiasmeerd. Want een van de redenen dat de jongeren niet gaan stemmen en überhaupt mensen niet naar de stemmen gaan, is ook omdat ze gewoon niet weten, wat je aangeeft, wat doet de gemeenteraad? En ik hoor dat overal, ook zelfs hier. Ik was op de UvA vorige week. Je denkt, nou, die hebben ervoor gestudeerd. Dat zijn slimme mensen. Dat zijn slimme mensen. Ze hebben echt geen idee. Wat doet de gemeenteraad? Geen idee. Dus iedereen die stemt inderdaad landelijk en die denkt misschien, ja, huizenmarkt wel. Maar dat moet veel beter worden gecommuniceerd. Niet alleen door partijen, maar dus ook door lokale initiatieven. Maar dan hebben we bijvoorbeeld... Ja, En burgerschap in het onderwijs. En is het niet ook zo, want bijvoorbeeld dan in Amsterdam hebben we dus nu bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid mevrouw Moorman. Ja. Die heeft landelijke bekendheid gekregen door een documentaire serie. Die is dus eigenlijk bekend en die heeft een heel duidelijke visie ook op ongelijkheid in onderwijs. Dat zal wel wat helpen. Ja. Niet dat ik zeg dat ik per se fan van haar, maar je merkt dus dat mensen opeens denken, oh, die ken ik, oh, die heeft een duidelijk standpunt. Ja, daar mogen we niet van afhankelijk zijn. Nee, maar zo werkt het toch wel een beetje. Absoluut, maar we moeten naar een situatie waar we er niet meer afhankelijk van zijn. Want kijk, Marjolein Moorman had nu een documentaire. Ja. Ik gok dat zij over een aantal jaar landelijke politiek in gaat. Zou maar kunnen. Dan ben je weer precies bij dezelfde situatie af. Wanneer ga jij in de documentaire zitten, Itai? Nee, maar los van een documentaire. Ik snap van de raadsleden die werken heel hard, krijgen daar heel weinig voor betaald. En dat is ook heel moeilijk om echt een profiel te krijgen zoals je in de landelijke politiek krijgt. Maar is dat niet wel iets wat toch heel erg scheelt? Als mensen denken van ook dat is die persoon. En juist ook dat je weet, die staat niet. Want jij zegt ook, er zijn heel veel belangrijke dingen. Maar als er heel veel belangrijke dingen zijn, dan wordt het in mijn hoofd ook een blur. Terwijl als ik denk, nou, die persoon is echt, die gaat de woningnood aanpakken. Ja. Of die persoon gaat zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt in het onderwijs. Dat werkt veel sterker dan 20 punten. Je ziet wel, je ziet op zich wel dat mensen in de partijoverwegingen ook de persoon best wel kan meespelen. En dat is misschien deels bekendheid, maar deels ook ervan, ja, die persoon komt uit mijn buurt of uit mijn wijk. Ik ken hem persoonlijk of haar. Dus dat speelt wel een rol. Maar wat je zegt inderdaad, meer die standpunt innemen van partijen en misschien ook van individuele personen, dat kan zeker sterker. Dat is ook deels gaat om de media-aandacht die daar wordt aan besteed. Ik bedoel... Er is inderdaad niet zo heel veel aandacht voor lokale campagnevoering. En ik denk ook dat de financiering van lokale partijen is ook niet gigantisch. Ja. Dus wat dat betreft wordt het zo ook niet makkelijk gemaakt om zich te onderscheiden. Nee, dit is al met Kamerleden. Ook nationaal zit er natuurlijk een probleem dat er te weinig staf is eigenlijk. En dat er veel te hard moet worden gewerkt. Maar lokaal staat denk ik alleen nog maar een groter probleem. Ita, jij bent al maanden campagne aan het voeren. Je hebt nog geen euro ontvangen. En dat is volgens mij ook... Klopt. Je bent ook nog niet verkozen. Maar dat is denk ik wel een probleem. Ja, campagnefinanciering en financiering van partijen... Het feit dat al die zelfs lijsttrekkers part-time moeten werken in de gemeenteraad... leidt er natuurlijk tot wel toe dat zij ook keuzes moeten maken in... hoeveel debatten kan ik meedoen, hoe kan ik me profileren en... Nou hou jij juist van de positieve benadering. We hebben er nog een paar minuten voor deze ronde. Dus hoe komen we hieruit? Nou,
Wat ik denk dat heel belangrijk is, en dan misschien nog even doorgaand op die communicatie, wat kunnen we beter doen, is dat in de afgelopen weken heb ik gezien dat er ontzettend veel debatten worden georganiseerd. Dat gebeurt natuurlijk al 100 jaar. Dat is best leuk en best interessant, maar we kunnen veel creatiever na gaan denken. Het is heel leuk en heel interessant. Nou ja, hoezo? We hebben hier ook hele leuke panelgesprekken. Maar ik denk dat we politiek nog op een veel energiekere, vernieuwende manier kunnen brengen. Ik denk dat Volt daar een goed voorbeeld van is. Ik denk dat er heel veel goede initiatieven nu opstaan. En dat we dus niet alleen maar in de Bali debatten moeten organiseren, maar juist ook in heel veel verschillende wijken op verschillende manieren, door verkiezingsfestivals te organiseren, door artiesten erbij te betrekken. Echt om te laten zien dat politiek belangrijk is, dat het leuk is. Geloof ik dat we daardoor de opkomst kunnen verhogen. Moet het, ook altijd leuk zijn? Nou, ik denk dat het... Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat je het op een manier, op zo'n manier moet brengen dat het aankomt bij de verschillende doelgroepen. En elke doelgroep moet je op een andere manier bereiken. Maar de realiteit is gewoon dat er heel veel mensen nu niet naar een livestream zitten te kijken die we wel zouden willen bereiken. Ja. En dat moeten we op veel verschillende manieren proberen. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Iets enthousiasmerends? Nou, ik denk op zich dat we aan het begin staan van... Dus op zich zien we inderdaad dat de opkomst bij de gemeenteverkiezingen niet meer verder daalt. Dat is echt positief. Kijk, yes. En met dat de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Ik ben op zich positief gezind in dat we misschien de komende jaren of decennia toch ook wel weer meer interesse in de gemeentebestuur zullen zien en hopelijk ook meer... Eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel erg raar dat juist dat wat regelt, wat echt gewoon heel dichtbij je gebeurt, dat we daar het minst in geïnteresseerd zijn. Ja, is ook heel raar. Waar ligt dat bij jou aan, denk je? Ik ben wel geïnteresseerd. Oh, je bent wel geïnteresseerd? Ja, natuurlijk. Maar lees je al die partijprogramma's ook, debatjes? Ik volg veel. En jouw zoon ook? Het is een dochter. Oh, is een dochter. Het is een dochter. Nou, die is zeer... ik merk juist ook, en dat zie ik ook hier aan het jongerenpanel, maar mijn dochter is dus 16. En ik merk dat er juist heel veel engagement is in die leeftijd. Ik heb veel meer vertrouwen in die generatie dan in mijn eigen generatie. Wat betreft allerlei soorten debatten over representatie, over mensenrechten, over van alles en nog wat. Veel meer over nagedacht, veel meer. Ik moet echt altijd een tandje bijzetten om thuis gewoon nog te kunnen meediscussiëren. En elke keer als ik die discussie verlies, ben ik heel blij. Ik denk, nou, dat gaat de goede kant op. Dus wat dat betreft ben ik helemaal niet zo somber. Nee. Maar ik denk op zich daarbij ook goed om te zeggen dat niet iedereen zit te wachten om politiek actief te worden. Ja. De meeste Nederlanders vinden politiek maar zo. Dat geldt niet alleen voor de gemeente en ook voor de landelijke politiek. Ja. Belangrijk is daar wel dat ze gewoon goed een keuze kunnen maken als er verkiezingen zijn. En zoiets als een kieskompas of waar je dan... Stemwijzer. Precies, stemwijzer. Dat is natuurlijk een hele informatieve en snelle manier om toch een informatieve stem te kunnen uitbrengen. Om toch een idee te hebben dat je weet waarop je stemt. Ja. Niet iedereen hoeft te... Ik kwam nergens boven de 67% uit. Dat vond ik wel een beetje zorgwekkend. Dat is heel zorgwekkend. Ja. Ja, maar goed, ik presenteer wel deze hele middag. Precies, ik kom je aan het eind van de dag eruit. Ja, dank jullie wel. Dank je.